Helemaal, welkom weer in een nieuwe video. Vandaag heb ik eindelijk weer een Let's Talk voor jullie. De 15e alweer, maar de 14e is al wel echt een tijd geleden. Uh, zoals je dit hebt kunnen zien, gaan we het hebben over Wicca. Uh, we gaan het even hebben over wat informatie, de tradities, de, uh, de tradities die ik uh, zelf doe met mijn moeder, uh, belangrijke symbolen, hoe ik ben gekomen bij Wicca, uh, wat tips en dan. Uh, Sluiten we de video weer af. Um, nou, laten we maar gewoon gelijk beginnen met wat informatie. Maar ik wil jullie eerst even vragen om te abonneren. Uh, want dat is helemaal gratis. Help je mij heel erg mee. En december komt er bijna aan. Dus extra leuke video's. Uh, meer uploaden en uh, dat. En uh, nou ja, de, de andere YouTube-riddle kennen jullie inmiddels wel. Maar goed, we beginnen met wat informatie. Ehm... Um, nou, Wicca is een neo-heindense natuurreligie. Uh, en die is in 1954 gepopulariseerd door Gerard Gartner. En dan noemde het hekserij of heksencultus. En de aanhanger noemde hij Wiccans. Um, het, ja, een van de belangrijke symbolen, dat, ik, dat is ook de thumbnail trouwens, uh, is het jaarwiel. En uh, de kalender begint eigenlijk met jol, dus ook wel... Uh, onder de volksnaam, zeg maar. Wij noemen het jul. Um, de tweede sabbat is in Dat is een ploegfeest. Wanneer uh, ja, dan het land van, dat, uh, van dat waar het ploegfeest wordt gehouden. En Moeder Aarde bereiden zichzelf daarvoor op. Uh, alle zaden die, uh, die, dan ons, die dan gezaaid worden, zeg maar. Um, dus die ontvangen ze dan. Uh, op op Stara, uh, dat is ook wel Pasen, keert de zon terug. En komen er dus langere dagen. Peltaan is het feest van de liefde. Uh, Lita is eigenlijk dat de zomertijd begint en dat de zonnegod dus ook op zijn plek is. Uh, Lamas is een graanfeest. Lijkt een beetje op, um, op Inbolk. Doen we ook eigenlijk dezelfde tradities. Um, maar goed, dan eet je eigenlijk ook meer um, graanproducten, zeg maar. Maar Bon is het begin van de herfst. Dus dan uh, de herfst zoals wij noemen. Um, en dan in herfst komt ook Sam heen. Dat is eigenlijk ook Halloween. En dat is ons heksje nieuwjaar. En vaak zetten we Wikkans dan um, een schaal eten bij het voor de doden. Nou, dan gaan we gelijk maar door naar onze tradities. Want ik denk dat het wel leuk is om te weten. Um, nou, Jool, we doen sowieso een kerstboom. Maar goed, wij noemen het dan juleboom. Um, die versieren we dan ja, niet, met, niet met een bepaald thema of zo. Um, en wat we wel echt doen is, um, we doen sowieso een soort, um, ben ik het trouwens vergeten op te schrijven, maar we doen meestal een soort fakkel aansteken. Een soort eren aan, uh, maar dat begint meestal, doen we al begin van december volgens mij. Um, maar goed, schrik me dood. Uh, maar we beginnen eigenlijk vaak met rond kersttijd, uh, schrijven we drie wensen op. één voor jezelf, één voor een ander en één voor de wereld. En die doen we dan aan een jultak. Ja, een kersttak is eigenlijk een soort tak van een kerstboom, alleen dan iets groter. Maar wij noemen het dus een jultak. En uh, die steken we dan in het vuur uh, met oud en nieuw. Dus, dus doen we zo'n groot, nou niet zo'n heel groot vreugdevuur. Maar als je mijn uh, oud en nieuw vlogs kijkt, dan vraag je jezelf waarom doe je steeds vuurtjes stoken. Ja, dat is dus een van de redenen waarom dat eigenlijk een traditie is. Uh, dan doen we eigenlijk altijd ons wensstak um, in, zeg maar. Uh, met inbok maken we graanpoppen. Dat doen we niet elk, elk jaar, maar dat hebben we wel eens gedaan. Dan maak je eigenlijk gewoon van, van die grote tarwe uh, slierten maak je eigenlijk poppetjes. Uh, en die kan je dan ook versieren met lint. Uh, dus dat. Met ostara eten we extra veel ei. Nou ja, ik hou niet te van eieren, dus ik laat het voor wat het is. We maken een paastak. Dus een ostara tak met paasei eraan. En we schilderen eieren. En voor de rest um, heel veel um, ja, ei eten inderdaad. Um, heel veel lente dingen, paaseieren, weet je, paashazen. Eigenlijk alles wat met lente te maken heeft, maken, zetten we symbool, zeg maar. Alleen noemen wij het dan Ostara. Beltanen, dan steken we lichtgroene, roze, witte en gele kaars aan. En we hebben ook gewoon uh, um, andere gelige of roze versieringen in huis dan. Maar vaak zetten we dan wel dat soort kaars aan. Het Lita doen we eigenlijk een vuurtje stoken. Dat staat voor de. Wat zei ik ook weer? Het zonnegod is op zijn plek. Dus en de zon is natuurlijk best wel warm. En dan vandaar dat we vuur doen. Um, lama's doen we weer gaan poepen maken. Eén keer maak je een mannetje en dan een keer maak je een vrouwtje. Of je maakt ze allebei. Met Mabon maken we een herfsttafel. Um, dus veel bladeren. Poepoentjes nog niet echt. Maar wel uh, bladeren. We ook dingen vanuit het bos leggen we neer. Um, mos, dat soort dingen. Takken, dennenappels. Eigenlijk um, dat een beetje. En met Sam Heen maken we, een, daar doen we het meest mee. Dan maken we een Halloween-tafel. Dus papoentjes, spookjes, um, spinnetjes, dat eigenlijk een beetje. Of hangen we foto's op van mensen of dieren die zijn overleden uh, in de buurt van de tafel. Um, we maken een lantaarn en die branden we te ere aan, nou tenminste we, we maken die niet zelf, maar we hebben een lantaarn die branden dan te ere van de overledenen. Um, ja, dus om teken dat we om uh, te dat, dat we ze zien, nou ja niet echt daadwerkelijk zien, maar dat, we, hè, dat, we, dat het oké okay is dat en dan zo. Dus. Um, en we zetten of een poort of een kom eten buiten voor de doden. En heel soms, dat hebben we dit jaar niet gedaan, doen we ook nog pompoencarven. Maar dat komt omdat het dit jaar op een maandag viel. En anders, uh, ja, als het in het weekend was gevallen, hadden we het waarschijnlijk wel gedaan. Uh, voor de rest hebben we een belangrijke symbolen. Pentagram, dat is een soort ster. Dat kent denk ik iedereen wel. Dat wordt ook vaak op een provinciebord gezet. Dat is een pentagram. De um, Tree of Life, nou, dat spreekt denk ik wel voor zich. Het jaarwiel, dat geldt dus voor de feestdagen. Dus die geeft dat aan welke dag. en... Uh, hoeveel lang het duurt en um, welke maand. Um. Dat is dus ook de thumbnail. De zon, uh, want dat is onze god. Um, de maan, de maangodin. En ik ben trouwens eentje vergeten. Um, maar daar hebben we niet echt. Uh, ja, de godin. Maar dat is niet. Ja, dat, is, dat zijn moeder-aarde. Maar dat, is, uh, dat kan ook gewoon dingen uit de bot zijn om te eren aan moeder-aarde. Um, nou, dan gaan we door naar hoe ben ik gekomen bij Wicca. Nou, eigenlijk via mijn moeder. En dan denk je: he, maar je moeder was toch uh, christelijk? Ja, mijn moeder is christelijk opgevoed. Ik ben ook gewoon gedoopt. Iedereen in mijn huis is gedoopt behalve mijn vader. Um, um, maar ik weet niet op een gegeven moment ging ze van Wicca naar uh, van christelijk naar Wicca. Geen idee hoe ze dat uiteindelijk ik moet eigenlijk nog een keer vragen waarom ze dat uiteindelijk besloten heeft, oh. Maar dat sprak mij heel erg aan. En ik ben nu volgens mij vier jaar bezig met een beetje mezelf verdiepen in. Ik ben vooral heel erg bezig met de natuur. En uh, mijn moeder zei ook dat ik een echte heks ben. Nou, dan moet je niet denken dat ik heks-heks doe of zo. Maar het is meer gewoon omdat ik heel erg van de natuur hou en uh, daar heel erg mee bezig ben. Dat laat ik niet zien trouwens. Op, op mijn YouTube-kanaal bedenk ik me nu. Maar daar ben ik wel heel erg mee bezig. Mm. Dus vandaar dat ik daar ben bijgekomen. Mochten jullie trouwens een keer... Want dat wil ik heel graag nog een keertje doen. Ik wil graag een keer wandelen. En dan een soort ASMR video opnemen. Door alle boomgeluiden die je hoort. lijkt me... Daar neem ik altijd heel veel rust van uit. Maar dat, laat maar met in de comments als jullie dat een keer willen zien. Dus um, daar ben ik een beetje gekomen bij Wika En dan heb ik nog wat tips voor jullie. Really, als je geïnteresseerd bent. Of um, als je wat meer wil weten over... Um, over Wicca, dat is natuurlijk ook als je niet geïnteresseerd bent, maar je hoeft niet gelijk over de stap hoor naar Wicca, want dat is iets wat je zelf moet uh, doen. Maar ik heb, je kan gewoon veel inlezen in boeken, bijvoorbeeld van de bibliotheek lenen, of uh, ik heb bijvoorbeeld mijn moeder boeken gekocht, um, of je kan het ook gewoon natuurlijk online lezen. Je hebt genoeg forums en uh, waar je dingen kan vinden over uh, Wicca en uh, alles wat daarmee te maken heeft. Dus um, dus dat een beetje. Ik heb een aantal boeken staan. En voor de rest. Um, wat ook iets is wat, waar je een heks aan kunt herkennen. Ja, nou ja, niet per se. Maar er zijn vaak edelsteenspaarders. Um, veren, veren, want lucht. Um, ja, natuur dingen sparen. Weet je dat soort dingen. Nou, wil ik niet zeggen dat iedereen die je edelsteenen spaart. dat je dan gelijk een, een wikken bent. Maar dat is wel iets waar je iemand kunt aan herkennen. En als iemand een pentagram om zijn nek heen heeft, bijvoorbeeld ook. Um, nou moet je dat niet gelijk vragen, hé, hey, bij jij wikken? Want dat, een pentagram kan je ook dragen om andere redenen, want een pentagram is ook een portaal naar de slechte dingen. Um, tenminste, nou ja, als je er slechte dingen mee doet, kan het een portaal zijn voor. Um, dus, uh, dus dat. Dan was dit alweer de video. Nou ja, zoals ik net al zei, abonneer je op mijn kanaal, dat is helemaal gratis. Uh, ...toen de blaadermpje nog steeds veel leuk vond... ...laat dan een leuke reactie achter in de comments... ...als je geïnteresseerd bent over dus die natuurvideo... ...of als je nu wat meer weet... ...over uh, Wicca zijn... ...of... Uh, nou ja, ...ik heb niet exact gezegd wat het is om Wicca te zijn... ...maar dat kan ik ook niet uitleggen... ...want dat moet je ervaren. Nou, het is niet dat je denkt dat je gelijk voelt als een Wicca hoor... Dat voel, je, voelt, ...je voelt gewoon als een normaal mens... ...alleen je doet net dingen wat anders. Um, je kijkt anders naar bepaalde... Dingen, bijvoorbeeld naar de natuur, kijk je anders. Want er zijn ook heel veel mensen die doen helemaal niks meer met de natuur. dan ben je dus geen weekend. Um, dus dat een beetje. En um, volg volgende me social media staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag weer een andere video. Doei!